Deze beschouwing, die gaat verder in op het denken van de atheïst. Het borduurt door op waar ik de vorige keer in begonnen ben, in deel 1. Misschien dat ik nog een deel 2 erbij ga doen. Dat ligt eraan. Het is toch wel interessant. Het uitgangspunt van het denken van de atheïst is dat het gaat om... mensen met een... Uh, een onderontwikkeld uh, denkvermogen. En dan niet zozeer op het gebied van uh, dat ze niet voor zichzelf kunnen zorgen. En dus de mensen waar ik uh, voor schoonmaak, ja, ik werk ik schoon voor een organisatie, en die betaalt mij. Maar bij die organisatie zitten, dat noemen wij gehandicapten, maar zo heten ze tegenwoordig niet meer. Het zijn mensen met een beperking. En die mensen die kunnen niet voor zichzelf zorgen. En de mate waarin ze niet voor zichzelf kunnen zorgen, dat varieert dan. Ik heb ook voor mensen schoongemaakt die, ja in principe kunnen die best zelf de boel schoonhouden. Maar dat is dan een beetje op de grens hè. En die zijn dan bijvoorbeeld uh, autistisch. Zo. Eigenlijk markeren ze dus niet veel. Want wat is autisme nou eigenlijk? Maar ze zijn onhandelbaar. Daar komt het denk ik op neer. En dat is natuurlijk ook een uh, beperking. Dat je onhandelbaar bent. Hè? Ah, er zijn ook mensen met. Uh, ja. Die zijn EMB, heet dat. Ernstig, meervoudig, beperkt. En oneerbiedig kan je die mensen ja, kastplanten noemen. Dat heb ik trouwens wel eens iemand zo eruit horen flappen. Ik denk, wat zeg je nou? Maar in de regel bij mijn werkgever wordt er heel respectvol ook met die... Mensen omgesprongen die inderdaad niet meer kunnen dan een. Nou, ah, ze kunnen hier wel iets meer dan een plant. Maar ze kunnen niet lopen. En. Ik weet van één geval dat als ze die mee naar buiten nemen. dat hebben ze in het begin wel geprobeerd. om zo iemand dan prikkels aan te bieden. Hè? Ah, dan wordt die knettergek. Dat. Hij kan niet lopen, die persoon waar ik nu aan denk. En ja, dan kunnen ze hem wel in een rolstoel doen. En dan krijgt hij heus wel een warme jas en een muts. En een lekkere. Nou ja, je, je kent het allemaal wel. En dan gaan ze een eindje met hem wandelen. Maar dan, dan gaat hij uit zijn plaat. Dus nou, daar hebben ze zich mee neergelegd. En. Ja, 's morgens als hij wakker wordt, dan wordt hij uit bed gehaald, dan en dan wordt hij gedoucht. En dan krijgt hij ontbijt. Hij moet gevoerd worden, hij kan niet zelfstandig eten. Nou, en dan zetten ze hem ergens neer. Dat maakt hem echt geen donder uit. Elke dag hè. En hij kan niet praten. En hij maakt geluiden. Ja, dat is het eigenlijk. Als hij zin heeft hoor, dan. En soms is hij stil. En af en toe maakt hij, zin... hij zo'n schreeuw. Net als dat een papegaai. Dat doet in artes. Niet de hele tijd dus, maar dan af en toe zo. En dan is een tijd stil en dan weer. En we, ja, de mensen weten dat. Zeggen ze ook niks van, is ook niet de bedoeling, moet je ook niet doen. Ja, er zijn mensen die kunnen dus niet voor zichzelf zorgen. En die hebben dus daadwerkelijk een, een geestelijke beperking van heb ik jou daar. Maar er is een heel spectrum. En als jij helemaal uh, klaar bent gekomen met uh, je hersenontwikkeling. En dat gaat nog eventjes door, hoor. Want ik denk dat je ervan uit kan gaan dat je hersenen, net als de rest van je lichaam, lekker door blijven ontwikkelen totdat je 27 jaar oud bent. 28 misschien wel. En dan is het, dan is het af. Dan... Uh... En je hersenen die beginnen met het ontwikkelen bij uh, het ruggenmerg. Dus puur het spul wat in je rug zit. En dan krijg je de hersenstam. En dan komen de kleine hersenen. En dan komen de grote hersenen. En tussen de twee, de grote hersenen heb je links en rechts. En tussen die twee zit een hersenbalk. Die moet dat ook goed doen. Want dat is de communicatie tussen links, je linker hersenhelft en je rechter hersenhelft. Die moet ook lekker werken. En dan heb je er aan de voorkant, dat heet de frontale lob. En als je nou even het plaatje weer terugpakt, zo vanuit je ruggenmerg helemaal tot aan je frontale lob, dat is alsmaar toenemend in complexiteit, moet je misschien wel zeggen, of fijngevoeligheid. Er zijn mensen. en die hebben. doordat ze een ongeluk hebben gehad. hebben ze. bijvoorbeeld een stalen pin. bij een bedrijfsongeluk of zo. een stalen pin door hun voorhoofd gekregen. en dan is die frontale lap. is beschadigd. en van die mensen wordt dan gezegd dat ze. een persoonlijkheidsverandering hebben ondergaan. Want het is helemaal dezelfde niet meer. wat ze bedoelen te zeggen. is dat ze. Onhandelbaar zijn geworden. Ze zijn heel veel meer egocentrisch geworden. Ze houden minder rekening met een ander. En eigenlijk is dat fenomeen, dus dat je rekening houdt met een ander uh, of niet, en als je geen rekening houdt met een ander, in welke mate dan? Want ja, iedereen houdt wel eens geen rekening met een ander, ik heb er ook niet altijd zin in. Ja, en dan de, de, eigenlijk bij degene die, de mensen die rekening houden met een ander, die zijn allemaal gezond qua denken. De, de mensen waarvan dat gezegd wordt dan. Hè? Natuurlijk, want die zijn aardig in de groep, die liggen altijd lekker in de groep. En uh, als er dan wat is, dan zeggen ze, oh, pas op, uh, die houden rekening met een ander. Mensen hebben dat soort mensen er graag bij. En terwijl de mensen die geen rekening houden met een ander, ja, die hebben ze er minder graag bij. En dat kan dus zo ver gaan dat de samenleving zegt: ja, breng die mensen maar onder bij die werkgever van Perry. Want wij willen ze niet hier in de buurt hebben. Nou, waar ik uh, ga werken. Het is of dat pand, of het is een ander pand. Want ik, ga, ik krijg een nieuwe plek toegewezen. En daar zitten gevallen die zijn zo. Ja, die houden zo weinig rekening met een ander. <laughs> die zijn bij kans uh, agressief. Ja, die, die, die gaan echt vette keer, man. Die krijgen één op één begeleiding. En die zijn niet te handhaven zonder meer. Ja, dat zijn allemaal hersenafwijkingen en het is dus allemaal een, het is een spectrum dus van rekening houden met een ander. Zo zie ik het. Je houdt rekening met een ander en dat hoort helemaal 100% te zijn. Je hoort altijd rekening te houden met een ander, punt. Je moet niet zomaar over een ander heen stappen, dat is uh, niet alleen onfatsoenlijk, het is, uh, het is onnatuurlijk. Dat is wat ik zeg. Mm. Arthur Schopenhauer zegt het ook, hoor. Hij heeft het dan over uh, medelijden. En Arthur Schopenhauer in zijn tijd, toen bestond het woord uh, psychopathie, dat bestond nog niet, en het woord empathie, ook nog niet. En anders had hij, denk ik, uh, had hij die woorden ook gebruikt in zijn uh, essays, schrijverij, denk ik. Maar hij kiest voor het woord medelijden. Dat vindt hij het allerbelangrijkste in de aanwezigheid van de mens in de wereld. En hij beklaagt zich over het feit dat er geen een medelijden is. Anders dan... ja, dat is echt wel... Nou, Arthur Schopenhauer is wel iemand met... dat was iemand met een hart. Die, die gaf echt om... ook om dieren. Hè? Maar ook, ook om mensen. En dat hoort. Dat is, dat is de volledige ontwikkeling van de mens. Ik noem dat dan de gezonde mens, de geestelijk volwassen mens. Ja. En is dat niet, dan, uh, ja, dan heb je dat niet en komt dat veel voor? Ja, uh, ontzettend veel. Uh, de voorbeelden zijn te over. Ik had, ik had net mijn dochter gekregen en de moeder van mijn kind, die. Ja, dat is zelf, dat is zelf iemand en die houdt helemaal geen rekening met een ander. Dus, uh, zij is zelf echt het middelpunt van haar universum. En zij is toen niet gediagnosticeerd op wat voor een ding dan ook. En dat, dat heeft ongeveer acht jaar geduurd. En toen zei de eerste professionele organisatie in mijn bijzijn tegen haar van uh, uh, u houdt geen rekening met een ander. <laughs> nee, dat zei ze niet zo, maar woorden van gelijke strekking. En u moet in therapie. Maar dat heeft dus acht jaar geduurd en toen was het eigenlijk al te laat. En, uh, en zij zei na afloop van het, het moment waarop dat tegen haar was gezegd... Zij zei na afloop tegen mij van jeetje zeg wat, wow, dan stel ik sukkels daar. Denken ze nou echt dat ik dat... Nee, nee, ze zei... Uh, en wat vind je er nou van dat ze dat tegen jou gezegd hebben? En ik zou het tegen mij gezegd hebben. Hebben ze tegen jou gezegd? Nee, ze, hebben ze tegen jou gezegd? Echt waar, ze draaiden het gewoon om hè? En die mensen van het instituut die waren ook helemaal verbaasd. Van, hè? Doet ze alsof ze dat tegen jou hebben gezegd? Ik zei, ja. Zei, ik ga helemaal twijfelen aan mijn eigen waarneming. Heb ik het nou verkeerd begrepen? Want ik zat erbij, oké? Nee, zei die vrouw, dat hebben we niet tegen jou gezegd. Dat hebben we tegen haar gezegd. Dus ik weer tegen haar. Van, nou, dat hebben ze niet tegen mij gezegd. Dat hebben ze tegen jou gezegd. Hier heb ik uh, die persoon aan de telefoon... En de moeder van mijn kind die keek me toen zwan aan. Met een hele dode blik in haar ogen. Zo van: Nou, nah, dit is weer zo, Dit doen we ze nou leuk. Ja, nah, dit is gezellig. En ze draaide zich om en liep de camera uit. En in elk geval, mijn kind was net geboren. En ja, zo iemand houdt dus geen rekening met een ander. En ik denk dat zo'n kind, dat mijn kind, dat ook heeft opgepikt. En die sliep heel onrustig. Dat was echt verschrikkelijk. En bij een baby is dat. Ja, voor een baby is het normaal dat het anderhalf uur, twee uur slaapt. En dat je dan uh, wakker wordt. Maar het is ook normaal dat dat na een paar maanden stopt. Hè? Nou, dat stopte dus niet. Het zou pas stoppen na vier jaar. Dat is lang hoor. Dus vier jaar lang heb ik geen nachtrust gehad. En toen kwam mijn zus, die kwam. Na een jaar of zo kwam ze zomaar een keertje op bezoek. want tussendoor van, ik kom eens kijken hoe het met jullie gaat. Zeg ik, nou dat is goed, en dan kan je dan en dan komen, dan ben ik thuis. En, uh. en mijn dochter, mijn, mijn zus komt op bezoek en ik zat in de keuken. Van mij was mijn dochter uh, een middagdutje aan het doen of zo. Die was toen niet thuis, dat weet ik wel. Die was niet in de keuken, dat moet ik zeggen ja, en ik had mijn zus had ik koffie gegeven en ik had zelf koffie en ik was back en back en back af. En toen zei mijn zus, die zei er wat van, hè, wat nou zeg, uh, je doet helemaal niet gezellig. En ik keek haar zo aan en ik zei, uh, ik ben back en back en back af. En het enige wat mijn zus toen zei, met een hele boze stem, hè? Dat was uh, uh, zeg dat dan. Uh, zeg dat dan. Uh, ze vroeg helemaal niet van hoe kan het nou dat je zo moe bent. Uh, ze vroeg helemaal niet van helpt uh, de moeder wel mee in het huis of moet je soms alles zelf doen? Want dat laatste was het geval. Ik had een baan en die kostte mij, uh, ik was directeur. Eén van de directeuren, weliswaar, maar ik was directeur. En die uh, collega-vennoot van mij, dat was ook uh, kwik, kwek en kwak. Wat een gouden hoer allemaal. Dus kortom, op mijn zaak had ik het ook hartstikke zwaar. En dan thuis in, de, in het gezin. Ja, die vrouw die helemaal geen rekening houdt met andere mensen. Die moeder van mijn kind. Die maakte een rotzo jongen in huis. En de hele tijd mensen uitnodigen. En ja, dan kwam ik dus doodop van mijn werk. En dan zat de woonkamer weer vol visite. En mijn kind was weer helemaal aan het stuiteren. En die was weer hartstikke druk. En dan dacht ik: Oh, oké. Okay. Nou, dan gaan we dus weer de nacht in. En dat is dan 1, twee Tweeënhalf uur slapen voor het kind, en dan weer blaren. Ja, dan word ik weer wakker. Man. Ja, en mijn zus, die, die interesseert het helemaal niet. En dat geldt ook voor mijn moeder. Die wist het ook. Die interesseert het ook helemaal niet. Mijn schoonmoeder wist ervan, die interesseerde het ook helemaal niet. Mijn zwager wist ervan, die interesseerde het ook helemaal niet. Er zijn heel veel mensen die interesseren zich niet voor een ander. Die geven niet om een ander. Dat houdt ze niet bezig. En dat zijn mensen met een, uh, een verstandelijke beperking. Ja, dat hebben die atheïsten ook. Precies zo. Dus er zijn maar weinig mensen die uh, verstandelijk volgroeid zijn. Echt niet veel. Bij de meeste mensen is het blijven steken. En voor jou... Uh, ja, dan is het voor jou natuurlijk de vraag van... Uh, mag je bij jezelf gaan afvragen... Uh, ben jij uh, geestelijk volwassen? Of ben je ook zo verstandelijk beperkt? Of ben je licht verstandelijk beperkt? Dus autisme, borderline, uh, psychopathie, dat is allemaal LVB. Asperger. Licht verstandelijk beperkt heet dat. Ja, een belangrijke factor is. Uh, vinden mensen in jouw omgeving dat je rekening houdt met ze. En dan moet je ook nog oppassen voor het feit dat als jij in je omgeving allemaal mensen hebt die echt geen rekening houden met een ander, uh, dat die uh, met om het hart zullen brullen dat jij uh, helemaal geen rekening houdt met een ander. Ja, dus uh, met die atheïsten... Die dan op mijn kanaal reageren. op wat ik zeg. Die, die gaan heel beledigend te keren. Ze zijn helemaal niet geinig. Die, uh, die nemen een ruimte in hun woordje. Wow. Ja, maar ja, maar zo rea ja, ja, zo reëel. En als ik dan. ook maar iets zeg. dan als ik dan bijvoorbeeld. Reageer naar zo iemand toe die dan net mij heeft uitgemaakt voor rotte vissen. En dan reageer ik met een wat nou? Vraagteken, vraagteken. En dan, uh, netjes verwoord ik dan, uh, wat ik dan vind. Hè? Wat nou? Jij gaat mij vertellen dat ik dat en dat niet mag zeggen? Dat vind ik nergens op slaan. Want dit is mijn kanaal en ik zeg lekker wat ik ze wil zeggen. Ja, en dan gaan die atheïsten, die worden. Oh, die zijn dan op hun teentjes getrapt, joh. En dan, dan, dan. Zie je nou wel? En, en, en dan heb ik alleen maar een andere mening. En dan, dan ga je helemaal boos worden. <tog een gegeven momenten> ja, het is echt heel zielig. De atheïsten zijn zielige mensen. En dan denk ik ook nog dat dat voor die mensen zelf uh, vervelend uit gaat pakken, omdat als je denkt en leeft als een atheïst, en dan heb je dus dat beperkte gedrag, en dan heb je dus uh, de neiging om geen rekening te houden met een ander. Ja, dat. Dat levert je. Om het maar met het Hindoestaanse dogma. en het theosofische dogma te pareren. dat levert je slecht karma op. Dus, je kan niet. gratis. Uh, je leven naar de Rajmadee halen. Daar ga je nog voor betalen ook. Of. Zoals God het heeft gezegd. Ik ben de eigenaar van jouw ziel. Ja, dus het staat de mens niet vrij om met zijn ziel uh, te doen en laten wat die mens maar denkt. Met je leven kan je dat nog zeggen. En je hebt van God de vrije keuze gekregen. En die keuzes die je maakt, die hebben consequenties. Ten goede of ten slechte. Zo zit het leven in elkaar. En, en atheïsten, die. zijn heel. Um, allergisch. Voor dit soort moraalverhalen. Van als je je niet goed gedraagt, dan kom je in de hel. Daar worden ze helemaal opstandig van. En ik zeg, ik denk nu, dus dan zeg ik het ook maar. Ik denk dat daar een logica in zit. En die mensen die weten. Dat ze niet oké okay bezig zijn en willen daar niet op geattendeerd worden. Dus iemand die bijvoorbeeld zich te buiten gaat aan het drinken van alcohol. en die spreek je op een dag erop aan dat. en dan vertel je zo iemand een, een waarheid. He, van uh, als je zo en zoveel alcohol drinkt. dan kan er dat en dat gebeuren met je leven. en dat en dat gebeuren met je lichaam. En... Ja, kunnen die mensen gelijk de aanval openen op jou. Maar dan moet jij nodig zeggen. en als jij het allemaal zo goed doet. En, en trouwens, wat zegt het nou? En ik ben er helemaal niet verslaafd. Het uh... is gewoon iets wat ik graag doe. Nee, het is vreemd, het is fossielig. Voor die atheïsten. Want het leven is niet. En dat, zijn dus de, dat vind ik wel fijn dat ik. Nou, ik heb er nou eens goed over nagedacht en ook met die atheïsten gesproken. En ik was er al eerder achter gekomen dat er twee soorten atheïsten zijn. En de ene soort dat zijn de coincidentalisten. De coincidentalistische atheïsten. En die anderen die zijn de eterna, eternitilatistische, eternitilatistische atheïsten. En de coincidentalisten en Ik moet even opschrijven. Die term heb ik zelf verzonnen hoor. Dat, uh, niet uit een boekje. Dus je hebt de coincidentie coincidentalisten en de eternitaalisten, zo so, zou so ik so ze maar noemen. Dus de de coi de en coi coincidentaalisten co en de eternitaalisten. En degene van de coïncidentie, dat zijn de mensen die zeggen dat het universum bij toeval is ontstaan. En de eternitalisten die zeggen dat het universum niet is ontstaan, want het was er eeuwig al. En Francis Capelle, dat is een eternitalist. Maar als je dus een, een atheïst ontmoet, dan zou je hem eens moeten vragen of die uh, gelooft in het bij toeval zijn ontstaan van het leven. Of dat hij juist ja, die andere is. Ik ben er wel benieuwd. Ik heb het idee dat de, de meeste atheïsten die beginnen met uh, dat ze coïncidentaal co co zijn. Een coïncidentie. En dat ze, als ze een aantal aanvaringen hebben gekregen met mensen zoals ik, die dan zeggen, oh, jij gelooft in het toeval, en hoe denk je dan hierover? Dat ze dan uh, dat, pand, dat terrein verlaten. En dan worden ze eternitalist. En dan zeggen ze, ja, het universum is niet ontstaan. Dat was er altijd al. Ja, en dan ben je dus in je zijnsleer, is in jouw beeld van wat de wereld en het leven nu eigenlijk voorstelt. ben je helemaal op een doodlopend spoor terechtgekomen. Ja, dan heb je jezelf qua denken afgesneden van de Bijbel. Maar dat had je al door aan te nemen dat het allemaal per toeval was. Hè? Maar door te zeggen dat de wereld niet ontstaan is, maar er altijd al was heb je jezelf ook afgesneden... van de westerse wetenschap. Alles. Darwin. Einstein. Weinberg. Bohr. Noem er nog eens wat. Newton. Nou, Newton was een bijbelgelovende christen, by the way. En dan is het over. En dat is natuurlijk heel zieder. Het is heel eenzaam voor de atheïst. Om in, nou, zo in je eentje te zijn. Daar word je niet blij van, toch? Het is heel bitter. En die mensen roepen dat af over zichzelf. Ik heb mij veel verdiept in die uh, geestelijke beperkingen. En uh, ik ben erachter gekomen, want er werd dan gezegd, dat uh, als je het hebt over psychopathie, is alles met borderline en dat soort toestanden, dus geen rekening houden met een ander, dat dat bij een heel klein percentage van de, merk, van de mensheid is dat aangeboren. Die mensen kunnen er niks aan doen. De frontale lob van de hersenen. die is er. Uh, ja, die is maar beperkt aanwezig. En juist in die frontale lob. zit dat rekening houden met een ander. Ja, en als je dat stuk hersenen niet hebt. Uh, ja, hoe kan je dan rekening houden met een ander? Hè? Ja, die mensen heb je. En die andere mensen die dus niet die hersenafwijking hebben, ja, dat is het puur een gezinssituatie die daarvoor heeft gezorgd. Gecombineerd met de keuzes die zij op latere leeftijd zelf gemaakt hebben. Met die mensen hoef je dus in principe geen medelijden te hebben. Nou zijn er toch wel mensen waarmee je geen medelijden wil hebben. omdat ze geen rekening houden met een ander. Maar ja, iemand die er echt helemaal niks aan kan doen. die vind ik dan toch zielig. En mensen die. Ja, door hun gezinssituatie het niet hebben. Ja, die vind ik ook zielig. Maar als je dan niet mensen hebt zoals de moeder van mijn kind, die dus. En eh, bij haar komt het denk ik door de gezinssituatie. En bij mijn zus komt het denk ik ook door de gezinssituatie. Weliswaar zaten mijn zus en ik in hetzelfde gezin, maar zij was een meisje en ze was vier jaar jonger. Dat is toch anders. En dan voor beide vrouwen geldt, <coughs> verslik me met thee, voor beide vrouwen geldt dat ze er op latere leeftijd niet mee aan de slag zijn gegaan. Ja, en dat is je eigen keus. Dus in die zin vind ik de moeder van mijn kind niet zielig. Als zij op een dag, de moeder van mijn kind of mijn zus, als die vrouwen uh, gaan beseffen dat ze al die jaren rekening hadden mogen houden met een ander en dat ze dat niet gedaan hebben en dat ze dat erg vinden, ja dan krijg ik wel in één klap heel veel medelijden met die twee vrouwen en dan hebben ze mijn sympathie ook. Hetzelfde geldt ook voor mijn moeder. Dus ik ben niet wraakzuchtig. Dat, uh, hè, dat is de afspraak die in de Bijbel staat. Dat God heeft gezegd dat uh, wraak, dat is allemaal geen enkel probleem. En, uh, hè, het is wel iets dat je over moet laten aan, aan God. Als er gevroken moet worden, dan, dan doet God dat. Dat is de deal. Dus Romeinen 12 vers 19. En dat vind ik een goede afspraak. En zal God vreken. Ja, mensen die een leven doorbrengen zonder rekening te houden met een ander. Die gaan daarvoor boeten. In principe komen ze in. Ja, uh, de hel. Dat moet je zo simpel moet je het uitstellen. Die komen in de hel. En die komen daar dan uh, eeuwig. Ik ben nu nog bezig met het uitwerken van het feit dat het coincidentalisme niet kan. Ik heb gevonden hoe je het kan bewijzen dat het niet kan. En dat is een beperkt bewijs. Het is een bewijs uit het ongerijmde. En dat geldt taalkundig niet als... Maar het mag wel. Het is niet helemaal 100%. Maar... maar het is in elk geval wat we nu kunnen construeren. Dus dat coincidentalisme, die stroming binnen het atheïsme... Ja, daarvan kan je dus nou, zo goed als bewijzen dat dat niet dacht. En als ik dat goed voor mekaar heb, dan ga ik verder werken aan um, uh, andere bewijzen op dit terrein. En uiteindelijk uh, ga ik bewijzen dat de hel er is. Voor degene die een... Die, voor degene die dat... Voor degenen die de hemel niet verdienen. En dan heb je degenen die de hemel niet verdienen, en, en dan daarbinnen heb je de groep die het echt bond heeft gemaakt. Want niet iedereen die de hemel niet verdient, heeft het per definitie slecht gedaan. Als je de hemel niet verdiend hebt, heb je het niet goed gedaan. Men wil niet zeggen dat het slecht was. Het kan ook zijn dat het helemaal niks was wat je hebt gedaan. Maar heb jij... Um... Nou, ik ga geen voorbeelden noemen, maar je snapt wel dat er dingen zijn in het leven, als je die doet, dat het is absoluut slecht. Dan ben je de bok, dan ga je naar de hel. En dan... Ja, dan kom je in een... Ja, dat wordt, een, dat wordt pijn. Ik bedoel, je lichaam is dan weg, hè? Maar dan krijg je een geestelijke pijn. Dat is best vervelend, wordt dat. Het wordt een mix van teleurstelling en. Uh, teleurstelling en boosheid. En dat dan eeuwig. Dus dan word je heel teleurgesteld en, en dan word je weer heel erg boos en dan word je weer heel erg teleurgesteld en dan word je weer heel erg boos en dan word je weer heel erg teleurgesteld en dan word je weer heel erg boos en dat gaat maar door. Na nou, jouw idee je wordt dat denk ik eeuwig. Dat is niet zo fijn hoor. Dat kan je je denk ik wel voorstellen dat is niet wat je wil en de hemel daarentegen dat is uh, uh, geen beweging, geen ontwikkeling, uh, uitsluitend perfectie, een helderheid, een saamhorigheid en je bent precies wie je bent. En je bent één met iedereen. En daar komt het dan weer. Hè? Het gaat om het één zijn met iedereen. En daarom is het zo belangrijk dat je bij leven rekening houdt met een ander. Ik weet nog dat was, dat was na de scheiding. En met mijn dochter ging ik ergens naartoe. Nou, ik had dat verzonnen. En ik had tegen mijn dochter gezegd: van. Uh, 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 ik had het alleen maar meegedeeld. Van: uh, Even het komend weekend, geen opties of zo, want we gaan dat doen. En ik heb het zo en zo afgesproken. Er was iets in de familie, en niet dat het heel verschrikkelijk was. Maar, maar we moesten dan met de auto naar het westen, en, en dat zou de hele zaterdag kosten. En dan s'avonds om half tien, tien uur zijn we weer thuis. En uh, de zondag heb ik dan, had ik dan voor haar vrijgehouden. En dan kon zij gaan doen wat zij wou. Maar die zaterdag was besproken. En dan geen gezeur. En toen waren we onderweg. En toen kwamen we bij een benzinestation. En ik moest, ja, om te tanken moest ik. En ik had het helemaal gepland en zo. Hè. En dan zei ik tegen haar van, nou, ...je hebt zeker wel honger nou of niet? Ja, dat is wel wat. Ik zei, nou, mooi zo. Zo, loop maar naar binnen en, en haal me wat te eten. Ja, nou, ze maar, wat mag ik dan kiezen? Ze zei, maakt me niet uit, zeg ik. Ze zei, kies maar iets wat je lekker vindt. Huh? En dan kan je achteraan zeggen: van uh, ja, je gaat niet uh, heel veel kopen, je moet wel alles opeten. Nou, dat zeg ik er niet bij, want dat doet mijn dochter niet. En bij wijze van spreken, als ze dan uh, te weinig uh, zou kopen. en we zouden weer naar de auto lopen. en mijn dochter zou zeggen: well, nou, ik heb eigenlijk nog een beetje honger. had ik dan gelijk tegen haar gezegd: Nou, lopen we even terug, haal je nog wat. Ja. Toch? Wat is dat nou? En er was nog iets anders. en dat vond ik ook goed. Dat had ik allemaal gepland. Ja, ik doe niet aan lunchen overdag. Uh, mijn, uh, in die tijd rookte ik nog. Dus ja, ik rook een shaggie en uh, het avondeten was gepland. En dan eet ik één maaltijd per dag. En dan als we s'avonds thuis zijn, s'avonds laat, dan eet ik nog een boterham. Maar die kleine kinderen, die moeten overdag wat eten. En toen zei mijn dochter heel verbaasd tegen mij. Ja, maar papa, jij houdt rekening met mij. Uh, dat ging me echt aan mijn hart. Want ik weet waar het vandaan komt. Het komt van de moeder Uh, die moeder die had geen rekening met haar. En bij haar is het dan uh, ja erin gebrand uh, uh, dat uh, mensen dus uh, geen rekening houden met haar. Namelijk haar moeder doet dat niet. Dat is uh, verschrikkelijk. Ik wel natuurlijk. En die moeder die gaat daar zwaar voor uh, betalen. Die is ook panisch voor de dood. Ik niet. Hè? Ik heb het gevoel dat ik nog lang niet dood ga. De dood zegt me nog helemaal niks. En ik heb helemaal geen zin om me uh, bezig te houden met de dood. Maar die dood jaagt mij geen angst aan. Chill. En bij de moeder van mijn kind wel. En dat snap ik dan. Want zij heeft geen rekening gehouden met haar eigen vlees en bloed. En dat staat niet fraai op je CV. No way, zeiden ze tegen José. Maar daar kan ik niks aan veranderen. En de moeder van mijn kind, die is dus ook atheïstisch, en die is. Oh, je hebt ook nog de agnostische atheïst. Hoe kan ik die vergeten? Dus je hebt drie soorten atheïsten. Je hebt Cohensi, Coincidentalisten, eternitalisten en agnostische atheïsten. Er zijn drie stromingen in de atheïsme. En de agnostische atheïst die zegt dat hij niet in staat is om. Uh, ja, de agnostische atheïst die weet dan dat er geen God is. En hoe dan de wereld tot stand is gekomen, dat weet hij dan niet. Dus. Uh, die, die weet niet of het al was omdat het uh, eternitalistisch is, dat het universum er altijd al was, of dat het universum per toeval tot stand is gekomen. Hij is geen van beide. Maar hij weet wel zeker dat er geen scheppende krachten waren. Dat is het enige wat de agnost weet. Agnostisch atheïst. Nou, Agnosticisme is een vorm van atheïsme. Het zijn mensen met een heel beperkt. Ja, levensinzicht. Het is heel erg. Het beste kan je ze niet in je omgeving hebben. Of dat je voor jezelf uh, duidelijke uh, ja, lijnen hebt staan van tot hier en niet verder. Want in het atheïsme uh, is er dus geen uh, scheppende krachten gebeuren, scheppend krachtenveld. Dus is er geen reden tot rekening houden met een ander, tenzij je, je daar zelf voordeel bij hebt. En dus een atheist kan wel rekening houden met een ander, maar dat doet hij dan omdat hij denkt, well, ja laat ik het maar doen, want dan doet hij de volgende keer wat voor mij terug. En als die overtuiging er op dat moment niet is, dan houdt een atheist geen rekening met jou, want waarom zou die? Het levert toch niks op. Een atheist kan dus ook, als hij merkt dat mensen in zijn omgeving aan het roddelen zijn, dat hij of zij te weinig rekening heeft gehouden met een ander, dan gaat hij er een schepje bovenop doen en dan gaat hij ook nog op Facebook uh, luidkeels verkondigen dat hij de ramen heeft gelapt voor de overbuurvrouw. Een virtue signaling heet dat. Kijk mij eens goed bezig zijn. Of dan gaan ze vegetarisch koken of veganistisch koken en dan maken ze daar een foto van en dan zetten ze op Facebook. Van, Kijk eens wat ik eco-vriendelijk heb gekookt. Oh ja, eco-dingen, dus dat ze goed zijn voor het milieu. Ja, dat zijn die atheïsten. Die... Ze houden geen rekening met andere mensen, maar dan gaan ze andere mensen dan uh, proberen te overtuigen dat ze uh, wel degelijk. Wat, uh, ja, wat voorstellen. En dan, en dan komen ze met zoiets als... ik ben goed voor het milieu. Want ik doe mijn uh, glas... Uh, gescheiden. In de glasbak. En het papier hou ik netjes apart. En uh, ja, ik ben al... Uh, ja. Ik denk dat... 80% van de milieuactivisten... dat dat... Uh, Nee, veel meer. Bijna 100% van de milieuactivisten... dat zijn atheïsten. Hebben een beperkt denkvermogen. Een hele vervelende mensen. Uh, vegetariërs allemaal. Die deugen niet. En bij veganisten... Uh, mijn dochter is een veganist. En die vindt het interessant. En zij mag geen gluten. En uh, ook... Uh. Nou, iets als kaas en melk en zo. Eigenlijk moet ze er ook mee oppassen. Dat is dan beter. De dokter heeft dat gezegd. Ofzo. Zij heeft een. weet ik veel. Een, een, iets met de darmen is dan. Het is niet dat die dokter heeft gezegd: van word veganist. Zij heeft dat ingevuld. Van nou weet je wat, ik word lekker veganist. Ik leer dat. En dan doe ik in elk geval uh, de dingen eten waarvan de dokter zegt dat kan je prima eten. Dat zou je moeten kunnen verteren. Zonder al te veel problemen. Kijk, daar heb ik geen moeite mee. Ten meer daar ook de afspraak is. Want ze komt hier nou de laatste maand. Dan is het elke twee weken raak. Daar ben ik best trots op. Mijn dochter is twintig. En dan elke twee weken even bij papa langs. Ja. En leuk dat we het hebben, man. En als ik dan kook, dan ja, kook ik iets met vis of met vlees. En dan niet zo van uh, dat halfzachte doe met uh, drie stukjes spek of zo in een grote pan met boerenkool. Nee, ben ja, maf. Ik heb laatst, heb ik Hutspot voor haar gemaakt. de gemaakt. Jongen, daar ging ik me toch een partij vlees in. <laughs> een grote pan met Hutspot. En dat eet zij dan ook gewoon op. Hè? En voor de rest is ze veganist. Jurk Liesman is ook veganist, maar die zal ook uh, van mensen die dus niet veganistisch zijn, daarvan zegt Jurk Liesman: ja, dat moeten ze lekker zelf weten. Maar een vegetarist, dat zijn vaak mensen met zo'n opgeheven vingertje. En die vinden zichzelf dan beter voor het milieu en respectvoller naar dieren toe en dat soort dingen. Maar dat slaat natuurlijk nergens op. Door een vegetariër die dan wel pasta met kaas eet. Ja. En die arme koe dan. Ja, waar wordt die kaas van gemaakt? Nee, dat deugt niet. Dus milieuactivisten, vegetariërs, nou misschien ook wel sommige veganisten dat die niet deugen. Maar ik ken dus veganisten en daar hou ik het nog in het midden. Mijn dochter is trouwens niet alleen veganist, half-half euh, ja, dus, hè. maar die is ook een, qua geloofsovertuiging atheïst. Maar daarvan denk ik van ik ben nog niet klaar met haar. Ze heeft natuurlijk zwaar onder de invloed gestaan van de moeder. En de laatste jaren uh, kom ik wat meer in beeld. Eindelijk. Maar Ik heb dus vanaf dat mijn dochter. Nou Eigenlijk heb ik dus nooit toen ik als vader in beeld kwam voor mijn dochter. Dus als, je... als vader heb je pas een. Een invloedrijke rol naar je kind toe. als de kinderen zeven jaar worden. Want daarvoor is de zorg voor die kinderen. dat kan je als vader wel goed doen. maar je kan het niet beter doen dan die moeder. Sterker nog, je kan het alleen maar minder doen dan die moeder. Want die moeder die heeft het van het begin af aan gedaan. Dus als je, als je net een kind hebt. met die borstvoeding en zo. Ja, dat kan je als vader helemaal niet. Dus in het begin kan je wel voor je kinderen zorgen, maar nooit beter dan de moeder. En pas als de kinderen zeven worden, dan pas kan jij beter dan de moeder voor die kinderen gaan zorgen. Want een vader leert hele andere dingen aan de kinderen dan de moeder. En wat je dan ziet bij moeders, de moderne moeder, is dat ze juist rond die tijd dat die kinderen zo zeven worden, dan gaan ze die vader de deur uitwerken omdat ze niet willen dat die kinderen die opvoeding van die vader krijgen. Dus de moeder van mijn kind die deed dat dan ook zo. Dus die, die begon dus, nou, toen ons kind vijf was, toen ging ze aanstal te maken. Toen ging ze me duidelijk maken: uh, uh, ja, wordt het niet te tijd, ik krijg het moe, jongen. Want ik ben wel klaar met je. Uh. Je hebt hiervoor gezorgd, je hebt daarvoor gezorgd, het huis was af. En, en dat zei ze dan ook, dat, interesse... dat, dat zo zijn die atheïsten. Hè? Van het is zo wel goed en dan ga jij maar weg en het kind is van mij. Want het was altijd al van mij, dus uh, uh, ja... En toen, ik dus, toen mijn dochter tien was, toen ben ik daadwerkelijk op mezelf gaan wonen. Ja, en dan gaat het heel hard achteruit in je contact met je kind. Hè. Heb ik nog mazzel gehad hoor. Want ik ken genoeg vaders die dus het contact met de kinderen zo goed als helemaal kwijt zijn. Dat is mij niet overkomen. Maar wel beduidend minder. Gewoon. Ja, maar ja, 5% van wat nodig was. Dus ik moet met mijn dochter nog helemaal beginnen aan de metafysica. ik moet mijn dochter nog gaan uitleggen dat, dat in het begin was het woord. Dus voordat er materie was, was er het woord. En als alle materie weg is, dat komt ook nog. Dat maken wij niet mee, maar dat komt ook nog. Dan zal het woord nog zijn. Christus heeft om die reden ook gezegd: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat zit erachter. Als je iemand neemt als Osho. Bachman werd hij ook wel genoemd. En dan kan je van Bachman zeggen wat, hij, wat je wil, en, en dat zijn uh, ideeën over een, een vrije seksuele moraal dat dat uh, contrair staat op de Bijbel. En dan heb je gelijk, by the way. Aan de andere kant had Osho daar wel een verhaal bij. Hij offerde als het ware iets op om plaats te maken voor wat anders. Ik praat het voor de rest niet goed hoor. Ik, ik vind zijn idee al...